Ja. Ik hoor dat Frans Timmermans dat ben ik niet vergeten, hoor. Nu het podium bestijgt. Ik hoop dat dat goed gaat. We gaan kijken hoe dat allemaal gaat lopen. De liftje. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. En ik zal heus al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden, maar voordat ik dat doe, hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk, mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel, dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! En doe me een plezier, doe me een plezier. En zeg er dan meteen bij, GroenLinks Partij van de Arbeid is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen, we've got your back. Paus. Frans. Mag ik Johan wat vragen? Johan, hoor ik hier nog wel? Het is... Nee, maar dat wisten we al eerder, hoor, voor dit. Maar, nee, maar dit is melodramatische prietpraat. Dit is vals, weet je wel. Wees een kerel en neem je verlies, want hij doet nou net of Nederland vergaat. Nee, maar dit werkt dus ook. Dit ja, belachelijk. Is bij types ja, met mijn achtergrond. Alsof wij nu allemaal gedeporteerd gaan worden of zo. Ik bedoel, ik mag hopen dat ik gewoon in Nederland mag blijven. Als de wereld als één poot naar jou uitstaat, staan we er voor jou. Ja? Ja. Oké. Okay. Je hebt nog gewoon een boekenkast waar ik achter mag... Ja, zeker. Okay. Hoor. Nee, maar zo schetst hij het. We hebben de hond in bed, daar kun jij ook nog wel bij, hoor. Mooi. Jij zegt dat is veel te extreem. Zoals nee, maar dit doet hij altijd. Ook met dat een tak valt, iemand gaat dood en ligt aan het klimaat. En nu is het weer zo dat wij kennelijk van... Hoor ik hier nog wel? Mag ik hier nog wel zijn, René? Jij wel, natuurlijk wel. Dit is precies de verkeerde reactie. Weet je, hou elkaar even vast. Rot eens even op, joh. Eigenlijk ben je meer uit op de reactie van bijvoorbeeld Gerard Joling. Nou, daar kijk je naar uit. Gerard zit er iets anders in. Toch had ik het ook niet erg gevonden als hij gewoon even een jaartje weg was. Nee, even rust. Zo, Nee, maar Gerard is een van mijn favoriete gasten. Als hij hier is, heb je altijd een hartstikke leuke sfeer. Ja, alleen dat trutterige burgerlijke management wil niet dat hij hier zit. Ja, maar ja, nu is het meer Salon Vee geworden. Dus nu kan hij roepen wat hij wil. Hij heeft weer een nieuwe plaat, dus hij komt binnenkort gewoon langs. Ja, dan zien we hier wel weer een autocue. Ja. Want hij heeft de meest eenvoudige teksten van Nederland, maar hij leest altijd voor van de autocue. Ja.